Oké, dit is de tweede video over elektriciteit voor HAVO bovenbouw natuurkunde. Het gaat over elektrische energie, elektrisch vermogen en rendement van energieomzettingen. Dan is het opgave 6. Als tijdens een onweer de spanning tussen een onweerswolk en de aarde hoog genoeg is, kan bliksem ontstaan. Over onweer en bliksem zijn de volgende gegevens bekend. De spanning kan oplopen tot 100 megavolt. Mega is een miljoen. De stroomsterkte in een bliksemstraal kan oplopen tot 60 kiloampère, dus 60.000 ampère. De tijdsduur van een bliksem is 1 milliseconde, dus een duizendste seconde. Een gemiddelde bliksemstraal heeft een energie van 100 kWh. In Nederland zijn elk jaar ongeveer 2,5 x 10 tot de vijfde bliksemontladingen. Nou, bereken dan met behulp van de eerste twee gegevens maximale vermogen tijdens een ontlading. Nou, die eerste twee gegevens waren dus 100 miljoen volt en 60.000 ampère. Nou, dat doe je met vermogen is spanning maal stroomsterkte. Spanning is 100 megavolt, oftewel 100 maal 10 tot de zesde. Stroomsterkte is 60 kiloampère, oftewel 60 maal 10 tot de derde. En die vermenigvuldig je dan bij elkaar, krijg je dus 100 maal 10 tot de zesde. Als 60 maal 10 tot de derde is 6000 maal 10 tot de negende. Oftewel 6,0 maal 10 tot de 12e watt. Oké. B. Bereken met behulp van de derde en vierde gegeven het gemiddelde vermogen van een bliksemstraal. Oké, dan gaan we even kijken naar een bliksemstraal. 1 milliseconde duurt hier en het is 100 kWh. Oké. Vermogen is energie gedeeld door tijd. We moeten het vermogen uitrekenen. De energie die weet ik als 100 kWh. Dat is dus 100 maal 1000. Kilo is 1000, maal 3600, dat is het aantal uren in seconden, is 3,6 maal 10 tot de 8e, is dat denk ik. De tijd is 1 seconde, oftewel 1000ste seconde. Nou, als je die dan op elkaar deelt, energie gedeeld door tijd, 3,6 maal 10 tot de 8e, gedeeld door 1,0 maal 10 tot de min 1e, is 3,6 maal 10 tot de 12 is 10 tot de min derde, sorry, min milliseconden, dus 3,6 maal 10 tot de 12e is dat dan. Ja, dit is 8e. Ja, klopt. Moeilijk leesbaar. Een gemiddeld gezin gebruikt 4,6 maal 10 tot de derde kilowattuur aan elektrische energie. Stel dat alle energie die gemiddeld in een bliksemstraal aanwezig is, nuttig gebruikt kan worden. Hoeveel gezinnen kun je dan jaarlijks met de bliksemontlading van elektrische energie voorzien? Dan moet je ook wel weten hoeveel van die bliksemontladingen zijn, dat staat hier. En hoeveel energie een gezin nodig heeft, en dat staat ook in de opgave. Oké, gaat ie. Het aantal gezinnen breek je met het verbruik van het gezin in een jaar. En de totale bliksemenergie per jaar. En die moet je dan uiteindelijk op elkaar delen. Nou, eerst maar de totale bliksemenergie per jaar. Dat doe je met de energie in een gemiddelde bliksemstraal. En het aantal ontladingen per jaar. Nou, die weten we allebei. Hier staat dat een bliksemstraal 100 kilowatt aan energie heeft. En dat zijn er 2,5 x 10 tot de vijfde per jaar. Oké. Energie is dus het 100 kilowattuur maal het aantal ontladingen, 2,5 x 10 tot de vijfde. Als je die met elkaar vermenigvuldigt, dan krijg je dus totale energie in kilowattuur, 2,5 x 10 tot de zevende is dat. Oké, aantal gezinnen is dan die hoeveelheid energie gedeeld door de hoeveelheid energie die een gezin per jaar nodig heeft. Die stond in de opgave, dat is deze waarde, die stond hier. Oké, die deelt dus op elkaar 2,5 x 10 tot de 7e energie in totaal. 4 x 10 tot de derde per gezin. Als het op elkaar is, dus 6250 gezinnen. Afgerond 6,3 x 10 tot de derde. Zo heeft de significantie natuurlijk. D. Bedenk twee redenen omdat de energie uit bliksem niet nuttig kan worden gebruikt. Neem aan dat ze alle energie gebruiken. Dan moet je dus alle energie opvangen die in een bliksem zit. Dat ga je natuurlijk nooit lukken, want hoe moet je dat doen? Sommigen staan gewoon in de grond in. Dus. En er staat ook nog bij, het is waarschijnlijk ook nog eens een keer een hele dure techniek om dat te doen. Aan de kant wordt dat natuurlijk vanzelf minder als je het meer van maakt. Goed, C. Een fabrikant beweert dat een spaarlamp 11 watt van 11 watt en evenveel stralingsenergie per seconde produceert als een ouderwetse gloeilamp van 60 watt. Een gloeilamp zet 5% van de elektrische energie om in licht. Bereken de hoeveelheid stralingsenergie die de gloeilamp per seconde
oplevert. Oké, nou, de stralingsenergie die hangt natuurlijk af van het rendement en van de hoeveelheid energie die erin gaat. En die weet je allebei. Het rendement is 5% en de hoeveelheid energie die erin gaat is 60 watt. Dus die vul je in daar en daar. De nuttige energie is dan die 2 met elkaar vermenigvuldigd. Dus dat is 5% maal van 60 watt. Dat is, even kijken, 3 watt. Ja, 1% is 0,6 watt. Ja, klopt, maal 5 is 3 watt. Dus per seconde is dat 3 joule aan stralingsenergie. Watt is hetzelfde als joule per seconde. Dan B. Als de bewering van de fabrikant klopt, is het rendement van de spaarlamp veel hoger dan het rendement van de gloeilamp. Toon dit aan. Je kan het zelfs uitrekenen. Hier staat, hier wordt beredeneerd dat het nuttig vermogen van de spaarlamp is gelijk aan het nuttig vermogen van de gloeilamp. Nou, dat klopt. Het totale vermogen van de spaarlamp is kleiner dan die van de gloeilamp. Dat is ongeveer 5,5 keer zoveel, hè? 60 gedeeld door 11. Ongeveer 5,5. Bij een spaarlamp deel je dus door een klein getal, dus is het rendement groter. Ja, je kan dus zeggen, dat is zelfs ongeveer 5,5%, 5,5 keer groter. Ja, want er gaat maar 1/5 van de hoeveelheid energie in die in een gloeilamp gaat. Dus zal het rendement ongeveer 5,5% hoger zijn. Dus dan zit je ergens in de buurt van 28% of zo. Je kan het echt, je kan het zelf even uitrekenen. Ik pak mijn rekenmachine erbij. 60 gedeeld door 11. Is inderdaad maal 5. En dan heb je 27%. Je kan het dus ook uitrekenen. Hier kiezen ze dat niet voor, maar dat mag natuurlijk wel. Oké, in Nederland gebruikt een gemiddeld gezin per jaar zo'n 4,0 maal 10 tot de derde kilowattuur. Een tv met een LCD-scherm heeft een vermogen van ongeveer 400 watt. Dat staat hier. Ja. In een krantartikel staat dat zo'n tv voor ongeveer 25% van het jaargebruik van elektrische energie zorgt. Maakt dit dan mogelijk door te berekenen hoeveel uur de televisie dan per dag aan zou moeten staan? Oké, nou, je weet het aantal uren dat die aan moet staan. Dan moet je hier op het laatste, hè, dan moet je weten wat die gebruikt. En hoeveel er in totaal gebruikt wordt in het gezin. Dat gebeurt hier in deze stuk. Eerst gaat het natuurlijk bekeken worden van, het rendement speelt natuurlijk ook mee. Een klein foutje, want hier staat dat het 5% is, maar het is 25% zoals het hier staat. Ja, dus, de energie die per jaar wordt gebruikt is dus 4 maal 10 tot de derde kilowatt per jaar. Dat gebruikt dus in per jaar 25% ervan zou voor de tv zijn. Dus dat is dan een kwart hiervan, dat is 1,0 maal 10 tot de derde. Ja, dus dit is 25% en niet 5. Jammer, weer een foutje in het boek, kan gebeuren. Goed, het vermogen van de tv die is 400 watt. De hoeveelheid energie die per jaar gebruikt hebben we net uitgerekend. 1,0 tot de derde, dus die vul je in. 400 en 1,0 tot de derde. Dat de t is dan 1,0 tot de derde gedeeld door 400. Maar je moet eigenlijk, dat is watt, dan moet je kilowattuur van maken natuurlijk. Want dit is ook een kilowattuur. Dus die moet je kilowatt van maken. Dan is het niet 400, maar 0,4. Ja, dus vandaar dat er hier staat 1,0 maal 10 tot de derde gedeeld door 0,400. Dat is dan 2,5 maal 10 tot de derde uur. Dat is dus 250 uur. Is dat, 2500 uur. Het aantal uren dat het dan per dag is. Nou, gaat het net dat het een jaar 365 is. Even geen rekening houden met de schrikkeldag. Dat is dan nu 2500 gedeeld door 365 is 6,8 uur per dag. Oké, 9. Arjen doet in een waterkoker 1,5 liter water. Met een temperatuur van 18 graden Celsius na 4 minuten en 40 seconden kookt het water. De water heeft een kookrichtvermogen van 2,0 kilowatt. We rekenen het rendement van de waterkoker. Nou, dan ga je eerst maar eens even kijken hoeveel energie is er nodig om... hoeveel energie gebruikt dat ding, zeg maar, die waterkoker. Nou, je weet zijn vermogen. Ja, dat is 2,0 kilowatt. Dat is 2,0 tot 10 tot de derde watt. En je weet de tijd dat die aanstaat, 4 minuten, 40 seconden. Dat is 4 keer 60 plus 40 is 280 seconden. En het energie wat hij dan gebruikt, wat er ingaat in elektriciteit, is dan het product van die twee. Dus 2,0 maal 10 tot de derde watt maal 280 seconden is dan 5,6 maal 10 tot de zesde joule. Dat gaat dus aan elektriciteit in. Goed. Wat gebruikt hij nou nuttig voor het opwarmen van het water? Dat is energie is Q maal M maal C maal delta T. Waarbij M is het 1,5 kilogram voor het water. Hè? Een liter is een kilogram bij water. De soortelijke warmte van water 4,8 maal 10 tot de derde joule per kilogram Kelvin.
Die kun je vinden in de BINA's. Volgens mij is dat tabel 11. Even checken of dat klopt. Water, soortelijke warmte. Ja, daar staat die 4,18 maal 10 tot de derde. Ja, bovenaan staat nog mijn voltagefactor niet vergeten. Delta T, nou, hij gaat naar 100 graden Celsius koken. Hij komt van 18 graden af, dus dat is 82 graden Celsius stijging in temperatuur. Is ook 82 Kelvin stijging in temperatuur. Nou, nuttige energie is dan het product van die twee. Dus 1,5 kilogram maal 4,18 maal 10 tot de derde maal 82 is 5,14 maal 10 tot de zesde joule. Dat is dus minder dan hier, hè, want dit is 5,6 maal 10 tot de zesde en dit is 5,14 maal 10 tot de zesde. Nou, het rendement is dan die twee op elkaar delen en maal 100%. En dat komt dus uit 92%. Soms wordt het rendement ook wel eens zonder procenten gerekend, dan staat die 100% er niet bij. En dan kom je als antwoord hier natuurlijk uit op 0,92. Het rendement is dan altijd tussen 0 en 1 als je geen procenten erbij gebruikt. Oké, dit was paragraaf 2. De volgende filmpjes gaan over 3 tot en met 6.